Je ziet gewoon dat ze hier gewoon al tegen elkaar opgestapeld staan. Het geeft niet meer de voldoening van de presentatie. Want het is leuk om daar te kijken. Ik kijk elke dag in mijn verzameling. Ik ben Wim Seidsma en ik verzamel politieaudio's en boeken over politieauto's en foto's over politieauto's. Eigenlijk als 18-jarige begon ik met een paar audio's en later ben ik bij de politie gaan werken. En toen ben ik op een gegeven moment lid geworden van de adviescommissie Rijden Materieel bij de politie in Amsterdam. En zo kwam ik eigenlijk in heel veel politiekorpsen om onderzoek te doen. Ik kreeg een hele verzameling foto's van politieauto's en dat is uitgegroeid tot ik denk zo'n 12.000, 13.000 foto's van politieauto's. Naast de digitale die ik dan tegenwoordig heb. En ik heb meer dan 50 boeken over politieauto's. En er staan hier ongeveer zo'n kleine 3.000 modelletjes. En op het 21ste ben ik naar de politie gegaan. En ik heb daarvan heb ik eerst 5 jaar in Amsterdam gewerkt, 12 jaar in Nieuwegein. Toen ben ik weggegaan bij de politie. Heb ik 4,5 jaar in de ambulancewereld vertoefd. En toen ben ik weer teruggegaan naar de politie. En uiteindelijk daar na 14 jaar vertrokken. Nou, een van de meest bijzondere is daar die Simpa, die gele die daarboven staat. Die Simpa, dat is een blikkenmodel, komt uit Rhodesië. Het is een model van Zuid-Afrika. En die is daar helemaal vervaardigd van blik. Dus het is zo door een hele primitieve auto. Maar dat laat heel exact zien hoe die voertuigen daar waren. Zo schuin afgekant van onderen tegen de bomscherfwerking. En dat is een ding die Marie-José heeft meegenomen uit Rhodesië ooit voor mij. Ja, en voor de rest ben ik erg, altijd een beetje weg geweest van de Franse modellen. De Pi-modellen, de extra modellen. Dat vind ik altijd hele leuke dingen. Ja, misschien heeft het ook te maken, ik ben op huwelijksreis geweest naar Frankrijk, naar Parijs. En dat waren heel aparte auto's. Ik vond het altijd heel aparte auto's. En daar ben ik dan meestal, daar ben ik dan altijd een beetje gek op geweest. Dat vind ik leuk. En voor de rest, ja, bijzondere dingen. Er staat zoveel dat ik het echt niet weet. Dat is ook frustrerend soms dat je natuurlijk, A, is het een vrij kostbaar gebeuren, verzamelen. En B, er komt elke week komen een nieuw model op de markt. En ik probeer een paar verzamelingen nog compleet te krijgen. En ik ben dus ook bezig een beetje ruimte te creëren. Want ik kan ze niet meer kwijt. Van Gaars, daar mis ik er nog 10 van, die daar achter je staan. Uit de serie van Gaars. Ik ben nou een beetje een verzamelen van Oxford modellen. Die zijn nog niet zo lang, die zijn kleintjes. 1 op 76 schaal. En daar vind ik hele leuke dingen. En van Schuco, politievoertuigen. Dat probeer ik dan wel te compleet te krijgen. En Greenlight is het, geloof ik, die New York. Daar wil ik ook nog een beetje compleet krijgen. En voor de rest probeer ik gewoon af en toe wat ik tegenkom. Maar ik ga niet meer hele verzameling aanleggen. Dat was vroeger bijvoorbeeld met al die kleintjes die ik heb in die 1 op 87. Ja, weet je, daar zijn er zoveel van. En die zijn in verhouding zo verschrikkelijk duur. Het is gewoon niet bij te houden. Het is niet bij te houden. Wel jammer, want je hebt er ook de ruimte niet voor. Weet je, mijn fout is geweest, ik ben alle schalen gaan verzamelen. En omdat ik alles leuk vond.
En in principe zou je dus naar één schaal moeten gaan verzamelen. En dan zou je het nog een beetje redelijk kunnen bijhouden, sommige dingen. Ik denk wel 1 op 43. Die zijn meestal heel mooi gedetailleerd in verhouding nog niet te duur. Het punt is gewoon dat 1 op 25 en 1 op 18, dat neemt te veel ruimte in beslag. En 1 op 64 hebben we te veel niet echte modellen. Ja, en wat wel leuk is, 1 op 76. Maar ja, dat is eigenlijk iets van de laatste jaren dat er komt. Maar dat ben je gauw uitverzameld. Dat kan ook weer niet. Dat er niet voldoende van is. Dus. En 1 op 87, dat wordt te duur in verhouding. Zo'n klein autootje die kost 15 euro. Terwijl je zo'n grote voor 8 euro hebt. En dan, het gaat mij nooit om de waarde, maar het gaat mij juist om, ach wat leuk, ik koop liever 10 autootjes voor 100 euro dan één auto. Ja. Dat is gewoon, dat is het hobbyisme wat je dan hebt. Ik heb wel dure modellen, er staat daar een serie Porsches. Daar kan je gewoon 150, 160 euro makkelijk voor maken, 4 Porsches die daar staan in een box. En ik heb daarachter een BMW staan, die stond op een gegeven moment een keer op eBay voor 400 zoveel euro. Ja. Is te gek wat ervoor geeft. Dat is gewoon een punt, dat is verzamelen. Het vervelende van al die dingen is dat je vaak ook de doosjes bewaart. En dat is dat allemaal op zolder weer in doos opgeslagen. Dat neemt heel veel ruimte in. Daarom kun je het best die kleintjes verzamelen, dan heb je niet zoveel ruimte nodig.